In deze villa ligt een diamant. Als Floris, Jacco, Cedric en Suzie deze in handen krijgen, verdienen ze 100 euro. Maar er lopen continu twee beveiligers rond die de diamant beschermen met hun leven. Ze gingen naar binnen waar Jacco meteen gezien werd en dus af was. Ondertussen verstopte de rest zich en liepen de beveiligers letterlijk langs hen. Terwijl Floris de beveiligers in de gaten hield, konden Suzie en Cedric naar boven waar ze de diamant vonden. De beveiligers bleven maar in de buurt waardoor ze niet weg konden om de diamant naar mij toe te brengen. Uiteindelijk werd Suzie gevonden, maar Cedric had de diamant en wist samen met Floris de villa ongezien te verlaten en verdienden ze 100 euro.